Gefeliciteerd Sergio met de 3 punten. Wat voor middag was het? Ja, een lastige uitwedstrijd. De omstandigheden waren lastig, zeker met de wind in de tweede helft. Dus ja, daar moet je dan mee proberen om te gaan. En, eerst kwamen hun tot een grote kans met de penalty. Vervolgens is natuurlijk een kleine tegenslag voor de tegenpartij. Nou, eigenlijk net als de heenwedstrijd. Dus, en daarna maken we 1-2-0 of 0-1-0-2. En komen we dom op een 1-2, denk ik. Een domme penalty, of het nou wel of geen penalty was. In die hoek denk ik dat je hem voor je moet houden. Maar uiteindelijk zijn we denk ik professioneel met deze wedstrijd omgegaan. En hebben we weinig kansen weggegeven. Ja, je wint. Jij pakt die eerste panel. Dat moet een heerlijk gevoel zijn. Hoe kies jij je hoek? Hoe kies ik mijn hoek? Duiken. Ja, weet je niet van tevoren al waar je heen gaat? Of als de nemer? Natuurlijk wel. Je probeert je gevoel te volgen. Je probeert je huiswerk te doen. Soms zit je goed. En soms zit je niet goed. En als je goed zit, dan moet je hem ook nog maar hebben. Want die tweede schiet hij fantastisch in natuurlijk. Ja, dan kan je als keeper hoog of laag springen. Maar dan pak je hem niet. Ja, uiteindelijk is het genoeg voor de overwinning. Hoe was de sfeer net in de kleedkamer? Uitoverwinning eindelijk. Niet veel ploeg is het weggelegd om hier te winnen. Ajax en Utrecht hebben hier gewonnen en de rest niet. Liet ik me net vertellen in de kleedkamer. Dus daar staan wij nu tussen. En het zijn gewoon 3 belangrijke punten. Dus de sfeer was goed.